Dit is een hele pittige opdracht. Dit is er echt eentje voor in de boeken. Heftig, kinderachtig ook wel. Ik snap dat dit in het kader van de anti-quarantainelist valt. Dit wil je absoluut niet doen. Andere dingen die ze tijdens de quarantaine hebben willen doen, hebben ze al gedaan. Daarom dagen de gierige gasten elkaar nu uit met een lijst van dingen die je absoluut niet wilt doen tijdens de quarantaine. Per aflevering is er één iemand de lul. De andere twee, die lachen toe. Dus zeg maar dag tegen de verveling. Dit is de anti-quarantainelist. Dag lieve knappe mannen, hopelijk gaat alles goed met jullie. Houden jullie het nog een beetje vol? Hey, Sil! Met mij gaat het supergoed. Ik heb wel minder een paar weken achter de rug, kan ik je vertellen. Wat ziet hij eruit? Wat hebben jullie met hem gedaan? Moest mijn eigen haar scheren. Ja, hij stuurde me net stiekem al een foto. Sil, dit kun je me echt niet aandoen, nog een keer. Sturen jullie elkaar foto's? Nee. Nou, Martijn, nee. Ook leuk met een foto. Hey, mannen, oep. Hebben jullie wel eens Viagra gebruikt? Ik nog nooit. Martijn doet dat volgens mij wekelijks, maar... Nee, ik heb het wel een keer geprobeerd, alleen het was niet heel positief. Misschien heb je niet goed geslikt en krijg je alleen maar een stijve nek. Oh, hey! Ik denk dat het was. Vandaag is de opdracht ook niet heel chill. Ik zou het zelf niet willen doen en ik denk jullie ook niet, want die is als volgt. Van al dat eten en bankhangen worden we niet veel gezonder. Daarom zijn de online sportklasjes tijdens de quarantaine rete populair geworden. Bij de outfitkeuze van bepaalde enthousiastelingen kun je echter je vraagtekens zetten. That's it. Come on. Hit it. Daarom zal één van jullie vandaag een sportklasje moeten leiden in een outfit naar keuze van andere twee. Oh ja, voordat de les begint moet er wel een Viagra-pilletje ingenomen worden. De ballen. Een sportklasje op live Instagram met Viagra. Op ons gigast Instagram. Dat betekent dat onze ouders, misschien wel schoonouders, vrienden, familie, zo'n gehakstaaf in iemands broek gaan zien hangen. Volgens mij zijn de afgelopen jaren aardig wat dingen van hashtag MeToo en zo in het nieuws geweest. Sexual harassment is gewoon een serieus onderwerp. Het lijkt me eigenlijk wel heel erg leuk om even die andere jongens weer eens een keer wat te zien doen. Ik ben eigenlijk wel een beetje klaar mee om geloot te worden. Nou, ik heb het niet een hele originele manier. Ik heb gewoon jullie namen opgeschreven. Ik heb het in een krokodillendoos. Ik heb midden in de nacht een krokodil besteld, zonder dat ik het wist. Ik was slaapdronken. Heb je dat al eens gehad? Nee, ja, niet ja, wel. Wekelijks. Is slaapdronken zeg maar dat je in allerlei hoeken van de kamer gaat pissen? Want dat heb ik dan wel best wel. Vinden jullie het spannend? Ja, heel erg. Ja. Ik vind het echt een rotopdracht. Ja. Kom erop. Laat mij het geluk hebben. Alsjeblieft niet mee. Het schijnt me echt met al mijn hebben alles. Heel hard, maar het is maar tijd. Ja! Yes! Deze gozer heeft zoveel pech. Lekker, Sil. Hoe dan? Vijf op een rij. Hoe dan? Tuurlijk is het Martijn. Wie anders? Die gozer is ervoor. Die heeft er nu vijf op een rij. Hoe klein is de kans dat je dit overkomt? Dat je zo vaak achter elkaar geloten werd. Bellen Joost en ik dan toch echt de presentatoren die onze lotingen doen? Zal het zo zijn, Martijn? Niels en ik zorgen voor een mooi sportschemaatje. Dan kom je goed voor de dag. Enig probleem is dat je gewoon met die stijve lul op beeld staat. Ja, sporten. Kom maar weer op, jongens. Joost. Niels, daar zitten we weer. Wat is dit voor serie geworden, joh? Dit is mijn favoriet geworden, moet ik eerlijk zeggen. Nog geen eentje geloofd. Hey, ik zat te denken, Martijn is niet zo sportief. Nee. We geven hem wel een trainingsschemaatje mee. En dan moeten we echt een beetje fokt op opdrachten doen. Ik ken toevallig van één simpele yoga-klasje dat er een cat-dog oefening is. Maar dan moet je dus de hele tijd met je in een soort van doggy gaan staan. En dan met je rughol, rugbol. Rughol, rugbol. Oh, wow. Ik heb niet eens een Viagra-pil op en hij gaat al bij mij. Als we zo meteen dat trainingsscherm voor me hebben, hij heeft toch wel een sportoutfitje nodig. Ja, kijk, je kan natuurlijk gaan voor de Call on Me Eric Preach look, weet je wel, die jaren 80 met die hoge halve bikinis of zo en dan een roze pakje eronder. Als hij daarmee op Instagram verschijnt, dan weet iedereen meteen, oh, dit is nep, dit is voor de anti-quarantainelist. En we willen toch nog ergens mensen laten geloven van, gast, is deze kerel nou serieus voor ons een sportinstructeur aan het spelen? Dus waar zat je aan te denken? Dan maar een wielrenpakje. Dat gelooft iedereen bij. Zo'n hele strakke. Zo'n korte. Is goed. In een wielrenpakje gaat hij een sportklasje doen. Ik zie je zo. Oké, Joop.
Hallo Martijn. Hey jongens. Voordat we beginnen, even een vraagje. Heb je al gechopt vanochtend? Met choppen bedoel je aftrekken? Ja, dat bedoel ik. Nee, nee, niet aan toegekomen. Oh, top. Dus je hebt een volle zak. Ik heb een volle zak, ja. Ik heb nog niet geloofd. Jij hebt nog nooit gesport, toch, in je leven? Dus het is allemaal nieuw voor jou. Het is niet iets wat ik dagelijks doe, nee. En Viagra pillen? Ja, één keer gebruikt, maar slechte ervaring mee gehad. Ja, hartkloppingen en ik ging niet lekker op of zo. Maar oké, laten we gewoon zeggen dat jij gewoon wel met een halfje begint, toch? Ja, want ik heb hier natuurlijk een leuk pakketje van jullie. Neem aan dat Viagra hier ook in zit. Zeker. Goh, als jij na een half pilletje al een boner hebt, dan is dat ook prima, weet je. Dit wordt hem, oké, daar gaan we. Ja, kom maar. Ja. Ja hoor. It's gone. Dan komen we bij het volgende onderdeel. We moeten jou natuurlijk wel een beetje opgeilen. Joost, ja, vlekker op. Leg het hem uit. Ja, we hebben gelezen dat als Viagra wilt werken, moet je wel een beetje opgewonden raken. En jij mag op je televisie, mag jij porno opzetten. En dan ook gewoon wat jij het leukst vindt, weet je wel? De kinderen van 12 weten niet dat jij porno zit te kijken, Martijn. Echt, je hoeft je geen zorgen te maken. Dit is echt een dieptepunt dit, hoor. Ja, ik word aan de Viagra porno zitten kijken, terwijl de kinderen via live Instagram zitten te meekijken. En jullie zitten hopen dat ik een bonus zit te krijgen. Trek even je pakje vast aan, zou ik zeggen. Hij is vrij strak. Ja, Martijn kan nog wel eens voor schokkende beelden gaan zorgen. Maar goed, we hebben ergens wel de mazzel dat onze volgers relatief oud zijn. Ze zijn allemaal een beetje tussen de 16 en 32 jaar oud. Dus echte kids zullen hier niet door harassed worden. Nou, hebben wij weer onze maatschappelijke plicht voldaan. Past het? Zo. Er zitten harde dingen ook. Maar boys, even serieus. Wat zijn goede sites voor porno? Ik kijk dat echt nooit. Wat is... Waar... Serieus? Als jij geen porno kijkt, dan heb ik echt geen respect meer voor jou, pik. Zo. Lijkt me zo leuk om te weten wat jij aan het kijken bent terwijl je gewoon... Ja, vertel even. Waar ben je nou op zoek? Neem ons mee. Rood, borstige babysitter wordt geneukt. Met creepy. Ja. Met creepy. Gozer, hoe noem je dat? Dat is een creepy. Ik stuur het linkje wel door, Nijlens. Ja, oké, top. De porno gaat hey, op. Take it away, man. Ga maar live en laat maar eens zien. Dag, lieve kijkers. Nog steeds in quarantaine, zoals jullie zien. Ik dacht, jullie kunnen wel wat fitness gebruiken. Dus ik heb mijn sportieve pakje aangetrokken. En ik ga jullie begeleiden in waarschijnlijk de meest verschrikkelijke workout sessie van je leven. Ik wil er wel van bij zeggen dat het echt voor professionals is. Dus onder de 18 is deze workout niet geschikt, ook niet om naar te kijken. Dus iedereen die onder de 18 is, even weg. Gewoon even niet hier zijn. Ik ga beginnen met de eerste oefening. Jongens, help me met deze. Lunches. Oh, lunches. 3 sets van 15. We gaan beginnen met de eerste oefening, dat zijn lunches. Wat je dan doet, is je doet 1 stap naar voren en dan ga je zo door de knietjes. En dat is 1. Ja, iedereen doet maar mee. En dat is 2. Hoppakee jongens, de spirit high. Hoppa. Zit hier een heel ander scherm rechts dat een beetje afleidt. Ik zit naar mezelf te kijken, terwijl ik iemand best hard gepenetreerd zie worden. Dit is echt de allerhuiste setting ooit. Ja, het begint lekker los te komen. Dit is de warming up, hè jongens. Ga maar op de grond liggen en doe maar je benen zo omhoog. Oh ja, we gaan even stretchen. Ik wil je voor op de grond gaan liggen. En dan gaan we eventjes deze doen. Oké, voelt het dan in je lies hier zo? Dat is heel goed. Pak even je telefoon en doe een beetje een close-up op jou, ook op je noten. Voor degenen die het misschien niet goed kunnen zien, ik zal hier even iets meer meenemen. En dan doe je zo met je been. Zo omhoog. Ja, het is een zware oefening. Ja, ik zie allemaal haat. Sorry jongens, voor degenen die dit niet waarderen, zet vooral weg, je hoeft hier niet naar te kijken. Het is volledig jouw keus. Oké, volgende oefening jongens. Zijn we er klaar? Zijn we al een beetje wakker? Bollerug. We gaan nu een oefening die je waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord. Hij heet bollerug, hollerug. Dus ja, de titel zegt het al. Van een bollerug naar een hollerug. Bollerug, hollerug. Oké, jongens, doe je ook gezellig met me mee. Ik ga heel over de comments luisteren. We gaan naar de volgende oefening, de burpees. En hoppakee, dat is een vast. En dat is... Oh. Ja hoor. Woe. Ik hoop dat jullie beter getraind zijn dan ik. Joost, Koen Kardashian op onze Instagram account. Oké.
Zijn broekje is bol, grap. Ik kan hier niet naar kijken. De volgende opdracht is, jij gaat voor de webcam staan. Een beetje met je heupen draaien. Naar de porno kijken. Zijn we allemaal nog een beetje wakker? Doe allemaal mee. Doe allemaal mee. Met de liesjes draaien. Je mag alleen nog maar naar de porno kijken. Handen in de heupen. Rustig met de liesjes draaien. Ja, en nu ga jij alleen maar naar de porno kijken. Zijn die 200 kinderen live? Zitten naar jouw vieze tolly te kijken. Gast, jouw broekje staat bol. Wat? Ja, heel eerlijk jongens, ik zou je bijna grappig worden als ik jullie de hele tijd in mijn oren zou willen. Maar jongens, zijn we nog een beetje wakker daar achter? Jongens, hoe lang gaan we dit laten doen? Even wat heftigere rondjes, even echt in de face van de cam. De bedoeling is om heel soepel met je heupjes te gaan draaien. Gewoon zo, hij zit gewoon zo lul in de lens van de camera te duwen, ouwe. Ja, sorry dat als je middenin valt en je denkt, waar zit ik net te kijken, we zijn bezig met een workout. Je moet deze doen, Martijn. Dan gaan we nog één keer de bol en de dinges. De bolling en de dinges. Oké. En nu... Je hebt het zwaar, weet je erbij kreunen. En het is niet erg om af en toe een beetje spanning los te laten. En dat kun je ook met je ademhaling doen. Dus in... En uit. Dit is goed voor een YouTube kanaal. En dit is content! Wat is die content nou? Je mag alleen nog maar naar je porno scherm kijken, Martijn. Niels, gasten. Er zitten kinderen in deze chat, hè? Iedereen onder de 18 wordt verzocht om uit deze chat te gaan. Ik kan totaal niet focussen. Ik wil hier gewoon weg, gasten. Maat, je kijkt weg. Naar de porno blijven kijken. Word je serieus geil? Nee, Niels. Word je niet geil van ik hoor jullie dat in mijn k***oort niet terug. Waarom heb je dan een bonen? Het valt volgens mij. Ja, het is wel iets harder dan normaal. We gaan een cooldown doen. Zo. En zo. Het zit erop! Ja, maar Fiat houdt 4 uur aan, toch? Ja, ik ga ook mijn ex bellen en die ga ik helemaal het kaart trekken. Dus die heeft de beste 4 uur van de leven. Ruk ze en we zien je volgende week weer.